Na de nodige stress en spanningen tijdens de voorbereidingen is het eindelijk zover. De kijkers krijgen vrijdagavond in een huis vol emigreert een glimp van de familie Kraan die naar Luxemburg verhuist. Linda, met een heese stem door al het laatste geregel, breekt bij het afscheid van hun huis in Nederland. Het emotionele moment wordt tastbaar wanneer de verhuiswagen met alle bezittingen van het negenkoppige gezin vertrekt naar Luxemburg. Linda, zichtbaar aangedaan, reflecteert op het afsluiten van een hoofdstuk in Nederland. Het is best heel spannend om in het buitenland iets nieuws te beginnen. We konden al niet meer terug, maar nu zie je letterlijk: je kunt echt niet terug, die spullen zijn nu weg. Heel gek. Mijn babyfotoalbums, alles zit erin. Heel apart. Bij de overdracht van de sleutel laat Linda haar tranen de vrije loop. Het emotionele afscheid wordt versterkt omdat niet het hele gezin mee verhuist. Linda snikt bij de herinnering aan het laatste etentje met het hele gezin voor vertrek. Vooral toen haar twee oudste zoons, waarvan er één bij zijn biologische moeder blijft en de ander intrekt bij de ouders van zijn vriendin, achterblijven in Nederland. Dat vond ik veel moeilijker dan een huis, bekent de bedroefde moeder. Gelukkig verbetert de stemming eenmaal in Luxemburg. Om nooit meer terug te gaan, proost Ivan Gekscherend met een fles wijn. We lopen straks schillend weg hier met al het werk dat we nog moeten doen, lacht Linda. De ouders zijn vastbesloten om te gaan knallen met hun camping in Luxemburg. Een huis vol emigreert is elke vrijdag om 21.30 uur te zien bij KRO en CRV op NPO 1 en is beschikbaar om terug te kijken via NPO Start.